In dit vak gebeurt het je dat je mensen tegenkomt die je zullen bijblijven. Dat overkwam mij 1 januari van dit jaar, een brand in Alkmaar. Zijn heren, modezaak en woning werden verwoest. Ik zag Ronald Noordeman staan, sprak hem en wist voor altijd, dit doet een brand dus met je. Het is alles wat ik heb. Ik wil alles kwijt. Hij zit nu tijdelijk om de hoek. Kijk eens aan. Goedemorgen. Ziet er heel anders uit. Ja, goed hè? Ja. Hoe is het? Nou, alive and kicking zeggen we dan. Hij vluchtte toen, hals over kop, op zijn sokken. Ik had ook geen schoenen meer. Dus die eerste dagen liep ik op zijn schoenen. En dat was dan zo van... op een gegeven moment zei ik, nou pap, waar liggen jij schoenen kopen? Want je hebt mijn schoenen aan. Herbouwen mag hij als de archeologen uitgegraven zijn. De brand geeft veel gedoe met de verzekering en de bank. Maar bracht hem ook veel, zegt hij. Hij ontdekte hoe ontzettend aardig en behulpzaam mensen kunnen zijn. En wat deed het met mij? Ik heb ze daarna thuis eindelijk gemonteerd. Brandmelders.